Ah, typisch. Ah, god. Ik heb mijn arm gebroken. Ik heb mijn hand gebroken. Yes, weer een nieuwe aflevering van Beunhazen, voor de duidelijkheid. Ja. Video van vorige week, zeg maar gisteren opgenomen. Niels, kun je even terugkomen, alsjeblieft? Jezus, Mia. Gaat niet goed. Nee, Niels, je blijft wel hier. De tering. Dus ik sta hier nog wel met enige hersenschade, maar... Beetje paniekerig. Ja, het komt vanzelf wel goed, denk ik. Nou, gelukkig gaan we iets actiefs doen. Want we gaan niet zomaar een bedrijf helpen, nee, we gaan een rollerschaatsbedrijf. Ja, het is eigenlijk een vereniging, hè? Rollerschaatsbedrijf? Het is een vereniging, ja. KRC Rolling, Te Nieuwegein. Ja. En die moeten gewoon natuurlijk ook les blijven krijgen. En dat gaat allemaal wat moeilijker, hè? Want het is een vrij actieve sport. En dan moet je in één keer klasjes thuis. Dus ze kunnen nog wel wat enthousiaste instructeurs gebruiken. Dus wij gaan vandaag een les voorbereiden in rollschaatsen. Ik ben heel benieuwd. Laten we even kijken wat ze voor ons pet hebben. Ze zijn al lekker bezig. Ik ben hier gekleed, zo te zien. Nee, ik ook niet. Hallo. Hi. Wij komen vandaag bij jou werken. Althans, jij gaat ons het een en ander leren over hoe we een rolschaatsles moeten voorbereiden. Ja, we hebben nu Jitsi. Dat is een app waar wij dan de training op doen. Ja, en wij gaan dus zo'n training leiden. En wie van ons twee dat het beste doet, is dan de beunhaas van de week. En jij oordeelt dan. Oké, okay, dan gaan we zien. Wij hebben zelf wat dingetjes meegenomen. Oh god, dit is heel glad. Oh jongens, dit gaat foutje. Gelukkig val je niet zo hard op asfalt. Nee, daarom. Ik heb wel veel geschaatst vroeger. Helpt dat dan? Ik heb twee keer mijn knieschijf gebroken. Helpt dat ook? Jezus. Oh. Zo, ik sta. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, de basis gewoon natuurlijk gewoon afzetten. Bewegingen voor hun. Ja? Die we kunnen gaan doen. Springen. Lijkt totaal niet op een mogol. Je leunt op links? Ja. Hop. En draai. Oeh, ja, goed. Jongen. Eén. Hoe was dat? Oh, dit is levensgevaarlijk. Ik denk dat jullie deze ook al wel kennen. Ja, die ken ik zeker. En nog een leuke oefening die jullie vast wel kunnen, is vanuit hier zitten. Ja, hij gaat toch diep. Misschien kan jij het met één been. Met één been? Maar dit kan niet. Nee, dit kan niet. Nu gaan we het benen achter doen als een zweef. Ja, wow. Maar als je echt wil dat we onze teentjes kwijtraken, moeten we dit gaan doen, hè? Ze heeft niet het beste met ons voor, denk ik. Maar goed. Je kan ook wel een pirouette leren. Dat is gewoon hier draaien. Oh, ik heb al koppijn. Wow! Oké, wel punten voor proberen, toch? Ja, zeker. Ja, wel punten voor het falen. Oh! Ja. Oh! Sorry, maar kan iemand even zeggen dat ik het goed doe of zo? Je doet het echt supergoed. We zitten natuurlijk allemaal op het moment te wachten dat Martijn een stukje van zijn gebit kwijtraakt. Toch? Ik kan wel die clip van Kylie Minogue. Don't move and move with the body. Yeah. I'm just a move with the body. Yeah. Let's move with the body. Yeah. Hello. Ja, maar dan kom ik achter je en dan stel ik een show. Hey, het wordt wel een goede show. Wow. Ah, typisch. Ik heb mijn arm gebroken. Ik heb mijn hand gebroken. Nee. Typisch, sorry. Gaat-ie? Ja, gaat wel. Ik wil je graag overeind helpen. Ja, nee, ik kom helemaal goed. RIVM. Vallen en opstaan. Ja, dat hoort erbij. Dat klopt. Nu weet ik hoe jij je voelt met die kratjes. Dit heb jij wel. Dit heb ik niet. Even voor de duidelijkheid, als we meteen die les hebben, dan is de eerste is... Het gewone afzetten. En dan de volgende is de kikkertjes. Ja. Zitten, ben ik vooral goed in. Pirouetje. Zweef. De zijkant en dan... Maar die kan ik niet, dus dat gaat moeilijk. Ja. Oh, want die andere kun je wel eens. Nee, hebben ze ooit instructeurs gehad die zo goed waren? Ik denk dat het confronterend wordt voor de kids. Dat ze dan in één keer denken van Oh, dit gaat echt ver. Dit gaat mij nooit lukken. De drempel te hoog, ja. De drempel te hoog wordt voor de kids.
Ik denk dat ze erg op zoek zijn naar heren die met ze willen rijden. Dus misschien zullen we blij zijn als jullie komen schaatsen. Een heren die willen rijden? Ja, kan. Gaan even een hele andere kant op met dit gesprek. Ja. Meisjes van de Rijnhuis even op. Zij is niet drie. Nee. Oké, wij gaan dus even oefenen. We hebben om 5 uur ons klasje. Werk aan de winkel, Pik? Zeker. Hey dude. Dude. We nemen het wel serieus weer. Ja. Ben je klaar voor de les? Zie je toch? Ik denk dat we zo meteen eerst even moeten beginnen met een aantal rek- en strekoefeningen. Die heb jij voorbereid, toch? Tuurlijk heb ik die voorbereid. We gaan een les geven, gasten. Het zijn wel kinderen, hè? Ja, ja. Oké, okay, het is geen ongepaste... Nou ja, rek- en strek is wel zo. Ja. Laten we even live. Ja. Hallo, kijkers. En ze stromen binnen. Nou, we zitten met 50 man in de groep, Niels. 50? Hoi. Jezus Christus. Ja, jullie zijn natuurlijk normaal gewend om van iemand anders les te krijgen. Maar we gaan echt ons best voor jullie doen. We gaan eerst beginnen met een beetje rek- en strek oefeningen. Gaan we even zitten. Jezus, Niels, dat zijn kinderen. Nee. Gaan we even rekken. Ga je gewoon even de spagaat doen, zo wijd mogelijk. En dan gaan we... Probeer je knie een kusje te geven. Ja, gebruik nog een paar sekstermen erbij. Ik denk wel dat ze je hiervoor kunnen oppakken. Als we dat hebben gedaan, dan gaan we de spagaat doen. Zo. Zoals je ziet, heb ik even last van mijn hamstring. Als we die hebben gedaan, gaan we even een squat doen. Zorg dat je sterk in positie bent. Ja. En dan ga je naar beneden. Recht terug en zo laag mogelijk. Ja, en dan weer omhoog. En dan weer omhoog. Woe, oké. Als iedereen zijn skilers aan heeft, wordt het tijd om te beginnen bij de eerste les. De sprong. En wat we gaan doen. Even goed opletten, je hebt hiervoor vaart nodig. En nu jullie. Hey, we gaan nu even een klein rondje rollen schaatsen. En dan gaan we de sit-down doen. Hoe gaan we dat doen, Niels? We gaan even een rondje maken. En dan komt de zit. Zijn jullie klaar om een stapje hoger te gaan? Want dit wordt iets moeilijker dan wat we nu hebben gedaan. Ja. We gaan namelijk een pirouetje draaien. Dat doe je dus om op je achterkant en op je voorkant te gaan leunen. En dan ga je draaien op een of andere manier. Ja, wat een voetenwerk. Kijk eens, wat een voetenwerk. Ja, dit is een hele lastige. Laten we eerst beginnen bij op één been skieleren. En de ander ga je dan zo gestrekt mogelijk ga je naar achter strekken. Gaan we dus recht naar achter. Zo ja. Je moet een beetje denken aan het Zwanenmeer, hè? Ja. Het balletstuk. Rollenschaatsen is niet alleen rollenschaatsen. Het gaat ook om de expressie. Gebruik je creativiteit, dat is heel belangrijk. Niels gaat even heel goed voordoen. Niels gaat vliegen als een zwaan. Ja. Is die been die je strekt. Die been? Die beentje. Dat been, dat ga je nu vastpakken met je andere hand. Oh! Oh, ik denk dat het leuk is als je het voelt dat je valt, dan moet je dat been langer vasthouden. Ja, precies, ja. Ja, nog de allerlaatste. Dat is die sprong. Ja, die is wel voor gevorderde, dus ik zou dat wel aan de professionals overlaten. Dus voor iets om naar uit te kijken voor jullie. Dus we beginnen op één been. En springen we over op het andere been. En dan weer terug. En dan... Dit was dus de dubbele drietrapsprong. Ja, nee, geweldig. Maar heel erg bedankt allemaal. Hey toppers, is het goed gedaan? Ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind. Jullie hebben het goed gedaan in de snelle spoedcursus van het kunstrolschaatsen. Dus ik vond het wel spannend. Het was echt een beetje kiele. Wie vinden jullie dat heeft gewonnen? Rood of geel? Wie was de allerbeste instructeur? Moet ik toch zeggen dat Martijn de beunaas van vandaag is. Dank jullie wel, dames. Dank jullie wel. Ik doe eventjes een overwinningsronde. Ik doe wel een overwinningsronde voor jullie. Juich mij maar aan naar de finish. Klap maar. Oh, wat voelt het goed. Loser. Ik ben blij, echt blij voor je dat je deze gewonnen hebt. Dat jij nog vrouwelijker overkwam. Dat is jij echt... bent nu gewoon jaloers. Ja, ik ben dit enorm is, jij bent een slechte verliezer, ben jij. Ja, nee. Jij bent gewoon een slechte verliezer, dat is nee, wat jij ik bent. Ik weet niet of ik na deze... Je bent gewoon jaloers. Met jou samen wil werken. Je bent gewoon jaloers. Gast, flikker op met je ballen in je gezicht.
goed, dit was hem weer voor deze week. Beun Hazen, laat even weten wat je van Martijn's vertrekkende prestatie vond. Zegt de man die zijn ballen aan 12-jarige kinderen heeft laten zien. Nou. Maar goed, volgende week zijn we gewoon weer terug. Ja. Heb je hulp nodig? Laat misschien weten de reacties. Ja, ik weet wel dat jij hulp nodig hebt.